vaak hebben jullie nou al gelopen? Twee keer al? Ja, en dan komt nog een derde keer. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down, as it all comes down again to the sound. Whispering in your head, can you feel it coming back? Through the warmth of the cold, keep running till we're there. Ja, het was weer geweldig. Het was de 25e keer en het was weer een geweldige ervaring. Het was een hele leuke groep. Met een hele leuke chauffeur in de bus. Dus ja. Het was voor die kinderen ook echt een geweldige nacht om mee te maken. Maak het leuk om in ieder geval een stukje sfeer mee te nemen. Een stukje muziek, een stukje motivatie. Aanmoedigen, meejuichen. Oh ja. Geweldig. En toeteren. En toeteren. Dat hoort er ook bij. Eitje koken, broodje. Kopje thee. Kopje thee erbij. Als ze willen, een glaasje melk erbij. Lekker. Ja. En dat wordt daar uitgestald. Dat wordt zometeen daar op de tafel uitgestald. Ja. Ja, kunnen ze er lekker langs lopen. En dan gaan ze eerst zwemmen. En ze gaan nu weer zwemmen. Ik ben weer. Ik moet Amalia als Roos. Oké. Okay. Maar jullie zijn nu vriendjes geworden? Of zitten jullie bij elkaar in het team? Nee, we waren eigenlijk al. Ja. Ah, waren jullie al? Ja. Oh, ja. Bij de training moest je met iemand lopen. Oh, ja. En toen was ze, en toen ging ik met haar lopen. Toen klikte het wel. Had je niet geoefend? Hoe moest je dat zeggen? Ja, we hadden twee keer oefenen. Ja. Een paar chocoladekoekjes. Ja. Met van die chocoladedings. Dat was het. Ja, dat valt wel even mee. Ja. Maar wel wat voor drink had je mee? Water. Nou, jullie zitten er helemaal doorheen, hè? Ja. Ja. Was het zwaar? Zeker. Zwaarder dan dat je verwacht had? Ja. Ja. Wat had je gedacht? Ja, ik dacht gewoon lekker in de bus zitten, lekker spelen en dan een beetje de nacht doorkomen, maar het was gewoon moe. Ik klapte net een beetje toen ik binnenkwam, maar volgens mij moet ik klappen voor jullie. Want ik heb vandaag gewoon lekker in mijn bed gelegen en jullie hebben echt de benen onder je lijf vandaag gelopen en gerend om het bevrijdingsvuur deze kant op te brengen. En dat is toch wel elk jaar weer heel bijzonder dat jullie dat met zo'n grote groep jongelui doen. Hear them screaming out. We'll be crying for mercy. We'll be crying out. Maar ik ben ongelooflijk trots op jullie en dat heb ik vanmorgen in het zwembad bij de gids ook al gezegd. Want jullie zijn wel de enige groep, want we zijn in Wageningen, waar jullie stuur hebben gehaald, natuurlijk ongelooflijk veel mensen. Maar dat zijn allemaal ouderen. En jullie zijn de enige groep vanuit Baarn, vanuit heel Nederland, die als kinderen het vuur in Wageningen gaan halen. En er werd net al geklapt, maar dat was nog weg. Jij staat met de fakkel, dus jij bent er gekozen om het vuur aan te steken. Dan mag je die kant op. En dan moet je even kijken waar de wind staat, want anders heb je nu van het mooie lange haar. Nou, daar gaan we. En dan hebben we hier altijd de mooie gewoonte en ik vind dat echt geweldig. En gisteravond bij het monument, dan zie je dat ook, dat het aantal stoeptegels ook steeds groter wordt. Wat de afgelopen jaren is gemaakt door kinderen van de basisscholen. Wij hebben altijd twee dingen, de gedichtenwedstrijd en de stoeptegels. En degenen die gisteravond aanwezig waren, of hier in de kerk of bij het monument, hebben de prachtige gedichten al gehoord. En ik sta er elke keer weer verbaasd over dat kinderen, wisselende leeftijden, maar gisteren bijvoorbeeld 11 jaar, echt prachtige gedichten maken en hun ideeën en hun gevoel bij oorlog en vrede kunnen uitdrukken in woorden.
ik ben daar ongelooflijk jaloers op. Want ik praat wel makkelijk, maar om dat op die manier te kunnen doen, vind ik echt geweldig. En ik wil graag, we gaan dadelijk nog een paar keer applaudisseren voor de tegels. Maar graag voor die kinderen die die gedichten hebben gemaakt en die ook deze tegels hebben gemaakt, een groot applaus voor hun betrokkenheid. En wat heb je gemaakt? Want ik zie hier een naam staan en dat is niet zomaar een naam. Nelson Mandela. Nelson Mandela. En dat, jij dacht van dat is een hele bijzondere man en die ga ik op de tegel zetten. Ja. Ja? Kan je hem zelf omhoog houden? Want hij is best zwaar, of zal ik dat voor je doen? Lukt dat? Nou, dames en heren. Prachtig. Annabel Deen. Ja, hier. Waar is hier? Achter mij. Oh, daar. Ik dacht hier. Welke is voor jou? Deze. En je bent van de? Welke school? De MBS. En wat heb jij gemaakt? En waarom? De ene kant is tweede en de andere kant is schoorl. Oké, en ik zie zwart en wit. Ja. En dan een zwarte oorlog, neem ik aan. Ja. Ja? Kan jij hem omhoog houden of zal ik het voor je doen? Ja, dan doe ik hem. Als jij de microfoon pakt. Ja, echt waar. Deze is van Annabel. Jesper Franken. Waar is Jesper? Hier. En van welke school ben jij? De Aloysius. En welke tegel is van jou? Dat is een hele mooie, een hele bijzondere. Vertel eens. Het is een wapen in een vuilnisbak. En waarom een wapen in een vuilnisbak? Ik heb wel een idee, maar je mag het zelf vertellen. En die moeten gewoon allemaal de prullenbak in. Hartstikke goed. Zal ik hem omhoog houden voor jezelf? Als jij er niet van was, wat? Anne-Claire Mustert. Hoi, goedemorgen. Heb je ook ontbeten net? Hier aan de tafels? Nee, gewoon lekker thuis. Kan ook. Van welke school ben jij? De KBS. De KBS. En welke tegel is van jou? Hallo. Zal ik hem omhoog houden? Wil jij mijn microfoon nog vasthouden? Ik heb hier een shirt en een trui. Deze is van Anne-Claire. Maartje Buizen. Oh, jij hebt ook gelopen? Ja. Kijk, hartstikke actief. En welke school ben jij? De Kaspar. En welke tegel is van jou? En wat heb jij gemaakt? Het logo van 54 mei en het tegenovergestelde. En dan een krul door het logo van 54 mei en een kruis door het tegel. En een kruis, dat is volgens mij een wapen? Ja. En die is van Maarten. Nina Ostendorf. Hoi. En welke school ben jij? En welke groep? En wat heb jij gemaakt? Ik heb 2008 met twee vredes uit. Ja. Hartstikke mooi. En deze is van Nina. Jesper. Hoi Jesper. Hallo. Zijn we weer? Ja. Welke tegels van jou? Ja. Is dat ook een puzzel of is het iets anders? Nee, het is een grafsteen. Een grafsteen. En waarom een grafsteen? Nou, er staan twee mensen achter. Die mensen zijn eigenlijk aan het denken aan die persoon die dus omgekomen is. En dus ja, ze zijn aan. En deze is van Jesper. As it all comes down. As it all comes down. Vertel eens, want dit ontbijtje, dat sponsoren jullie. Van waaruit gaat dat? Dit gaat voor een deel van de Rotary Baarn-Soest. Ja. Een ander deel wordt door de gemeente Baarn betaald. We zijn gevraagd om mee te helpen. Een paar jaar geleden hebben we dit gedaan met Koninginnedag. En het is zo goed bevallen en dat heeft zo'n spin-off gehad dat men weer bij ons kwam. We kunnen jullie het weer helpen om te organiseren. Ja. Dat hebben we graag gedaan. Maar jullie smeren jullie de broodjes zelf? Ja. We stonden om 7 uur met de handschoentjes aan. De mouwen opgestroopt, de broodjes te snijden, te smeren, te beleggen.
Dus, veel plezier. Met heel veel plezier, ja. Waarom doen jullie dit? Als Rotary Club vinden we het leuk en willen we graag meehelpen om de maatschappij een beetje mooier te maken. En dit zijn toch initiatieven waar je met een hele kleine inzet heel veel succes kunt hebben en heel veel mensen blij kunt maken. De kinderen die nu inzetten kun je een broodje aanbieden. De mensen die er zijn kun je een broodje aanbieden. Dat zijn de dingen die we graag doen, lokaal bezig zijn.